Jeroen Elshoff is een van de commentatoren van de NOS die aanwezig is op het aanstaande EK en de wedstrijden voor de kijker verslaat. Voor degenen die denken, makkie, nou dat valt toch tegen. Elshoff bereidt zich namelijk voor tot in de puntjes. Ja, het is een beetje een eigen leven gaan leiden, omdat er een keer een foto op internet is verschenen van mijn aantekeningen die onleesbaar zijn. En sindsdien vinden veel mensen het leuk om mij daarnaar te vragen. Het is allemaal niet zo heel spannend, maar ik lees gewoon heel veel. Ik doe veel huiswerk en ik probeer gewoon zoveel mogelijk van de spelers te weten te komen. Dat is eigenlijk vrij normaal, denk ik, in mijn vak. En vaak heb je het ook helemaal niet nodig, alleen er gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Nu heb je 26 spelers per selectie. Ja, dat is gewoon een helskarwei om... Ja, ik lees bijvoorbeeld, om maar Wikipedia erbij te halen, ik lees meestal alle Wikipedia-pagina's. Dan kijk ik nog naar het laatste nieuws van die spelers. Soms kom je in een soort Google... rat van avontuur terecht. En dan, dat is misschien wel leuk. Ben ik drie kwartier bezig met één speler waarvan ik denk, ja, misschien gaat hij wel helemaal niet spelen. Dus het is ook een soort gekke verslaving. Namen is wel ingewikkeld, vind ik. Want daar valt altijd wat over te zeggen. In Brazilië hebben we geprobeerd de namen van de Brazilianen ooit zo uit te spreken zoals het hoorde. Dus Fredje. En daar kwam toen heel veel over los. Was het toch? Ja, Jan Roels. Ja, ik wil hem die roem niet ontnemen. Dus, want die kan er zelf heel goed om lachen. En zo zijn er wel tal van namen natuurlijk te noemen. Ja, ik heb bijvoorbeeld Finland-Denemarken in het begin van het toernooi. En die Finnen, dat is toch even soms een aparte uitspraak. Dus ik ga straks nog met iemand bellen uit Finland. En dan zeg ik, goh, laat eens horen. Stuur het eens via de WhatsApp naar me toe. Ah, ja. En soms vernederlands je dat een beetje. Omdat als je het net zo... Ik kan het soms niet eens zo Fins uitspreken als het hoort. En dan maak je er iets acceptabels van. En dan is er altijd wel een... Finn, die al jaren in Nederland woont, die via social media jou weet te vinden of een mailtje stuurt naar de NOS. Of van ja, zo spreek je niet uit, het moet echt zo. Ah, ja. En als je dan doet zoals het hoort, dan zijn er weer mensen die zeggen, het is onherkenbaar. Dus, je kan niet terug. Nee, je kan niet terug, dus het is een beetje zoeken. Maar ik kan je op een briefje geven dat er altijd gedoe over komt, ook dit toernooi. Nou ja, ik wou het zeggen, het is altijd lastig natuurlijk, het commentatorschap, als ik het mag zeggen. Online, gooi jij je Twitter dan uit als mensen weer wat te zeuren hebben? Nee, ik zie meestal het gezeur wel, maar ik heb er niet zoveel moeite mee. Het is voor mij heel simpel als mensen onfatsoenlijk zijn, schelden of echt onaardig. Dat ik denk, ja, hier heb ik niet zoveel zin in. Dan heeft Twitter zo'n geweldige negeerknop. Hmm. En dan druk ik op negeer en dan zie ik nooit meer iets van die mensen. En die sturen dan wel naar mij, maar ik lees dat niet, dus het kost mij geen energie. En als mensen op een normale manier of een fatsoenlijke manier iets tegen mij zeggen wat ik niet goed heb gedaan, dan vind ik dat prima. Dan mag ik, anders had ik dit vak niet mogen kiezen. Kritiek of geen kritiek, als commentator kan het je zomaar gebeuren dat jouw uitspraken de geschiedenisboeken ingaan. Iedereen kent de bekende zinnen, wat een goed stel. Of het schreeuwen van Bergkamp door Jack van Gelder naar zijn goal tegen Argentinië. En natuurlijk de 5-1-5-1, zegt het voort, Arjen Robben tegen Spanje. Ja, ben je daar als commentator nou bewust van? Zoals met die goal van Miedema die terugkomt, de winnende goal, of eigenlijk de vierde goal in de EK-finale, dat... Op dat moment denk je daar niet over na, maar na het toernooi heb je natuurlijk op het moment dat die beker wordt uitgereikt en zo, het moment om wel iets te spreiden waarvan je denkt, nou, misschien blijft dat hangen. Je hoort bij mij heel vaak, dit zijn de vrouwen om van te houden. Daar denk je van tevoren. En dat doen alle commentatoren. Heel veel zeggen dat ze dat niet doen. Ja. Ik geloof dat zelf nooit zo. Volgens mij denkt iedere commentator wel een beetje na over dat ene historische moment wat eventueel de geschiedenis in kan gaan. Dus zie je de Vos hier, dan moet Schöne er wel 100 maken of zoiets. Dat is niet echt jouw stijl, denk ik. Ik denk dat Siert ook nadenkt over dingen. Ja. En ik denk ook, maar goed, ik kan niet over anderen spreken, maar ik denk ook dat het heel gek zou zijn als je niet zou nadenken over wat je zegt. Alleen de een heeft het veel meer in zich en gooit dat er, Siert is daar een mooi voorbeeld van. Is natuurlijk ook gewoon van zichzelf vrij humoristisch, dus die gooit dat er makkelijker uit dan ik, denk ik. Kijk, ik wil graag, net zoals ieder andere commentator, denk ik, de leukste wedstrijden doen. Dat lijkt me vrij gezond. Het is ook niet zo dat ik er diep ongelukkig van word op het moment dat ik het een keer niet krijg. Dus ik vond het te gek om de WK-finale te doen. Dat was echt een ambitie in 2018. En hetzelfde gold eigenlijk voor de WK-finale bij de vrouwen, waarvan niemand tot voor kort het bestaan eigenlijk wist. Want totdat Nederland er ineens in staat, toen bleek hoe groot dat toernooi was. Ja. Ik moet gewoon zorgen dat ik mijn werk goed doe en dan zie ik wel wat er komt. Ja, en als commentator begeef je je altijd tussen het spektakel. Met name de eindtoernooien geven een bijzondere sfeer en je maakt de gekste dingen mee. Een voorrecht, vindt ook Elshoff. Waar geniet je nou het meeste van tijdens zo'n toernooi? Ja, de fans. Ja. Ja, toch wel, ja. De fans en een beetje het avontuur wat je ingaat. Dus dat is dit jaar anders, omdat de stadion, ze weten niet hoe vol ze zitten.
ja, weet je, blije mensen, de Zweedse fans. We kennen IJsland nog van 2016. Dat zijn mensen met zoveel energie, die zoveel plezier hebben op het moment zelf. En als je daartussen zit en je kijkt ernaar, en dan ook nog vaak naar goed voetballen, grote sterren. Ja, dat is toch het perfecte plaatje in het moment zelf. Ik bedoel, dat geeft je genot, dat hoor je aan mijn stem. Ja. Dat is echt wel het allermooiste aan zo'n toernooi. IJsland was krankzinnig. Ja, die Hakka van IJsland. Ja, tegen die Engels in 2016. Ja. Of maar vergeet Wales niet. Ja, Wales ook natuurlijk. Met dat was ook Greg. Fantastisch. Ja, dus ja, Will Grigg nooit gespeeld. Iedereen weet het liedje nog. Ja. Dus ja, dan moet je dat nu zo instarten, dat liedje. Hey, ik zit wel veel op mijn hotel te werken, maar... Het leuke vind ik aan zo'n toernooi is dat je ook op plekken komt waar je anders nooit komt. Dus ik heb er net in Hartgras een verhaal over geschreven. In Lviv heb ik gezeten, in Oekraïne. Daar eindigde ik uiteindelijk in een café waar ik als op een kermis op een portret van Poetin moest schieten om wat drank te krijgen. En in Brazilië ben ik een keer uit een auto gestapt die in de file stond om een wedstrijd te halen. Achterop bij iemand die langs kwam op mijn motor, die heb ik ongeveer een maandsalaris betaald. Breng me naar die wedstrijd. En die reed door die favela's. En we hebben met z'n tweeën over een hek die motor getild. En ik kwam helemaal besmeurd van de modder. Kwam ik op mijn commentaarpositie aan. En ik zet mijn koptelefoon op. En ik hoor vanuit Hilversum de vraag. En Jeroen, speelt Buffon? En die hadden geen idee wat ik net had meegemaakt. Dat overkomt je pas als je het een beetje opzoekt. Dat avontuur. Dus je moet een beetje af en toe gewoon de deur uitgaan. En ja, ik hou daarvan. Dat hoort er een beetje bij. Kijk, ja. 1, je moet je werk goed doen. 2, je moet ook een beetje het land opnemen waarin je bent. Zijn commentatoren eigenlijk niet bekwamer en weten meer van het spel dan analisten? Want jullie verdiepen je echt in de materie. Ruzie met een heleboel analisten als ik zeg dat het zo is. Nee. Kijk, ik heb geen voetbalachtergrond. Tenminste, ik heb amateurvoetbal gespeeld. Maar als een analist zijn werk goed doet, dan weet, en zeker of zelf betaald voetbal heeft gespeeld, dan weet hij natuurlijk veel meer van voetbal dan ik. Okay. Dus ik weet misschien meer van de speler aan zich qua informatie. Ik weet misschien op voorhand soms ook wel, als ik me goed ingelezen heb, wat de bedoeling is van het spel van een van de ploegen. Maar je mag er toch van uitgaan dat een analist meer weet, gezien zijn ervaring en het huiswerk wat hij gedaan heeft, dan een commentator. Nou ja, het zijn twee verschillende. De een praat vaak over tactiek, analyseert wat er in de wedstrijd echt goed of fout gaat. En de ander, de commentator, ik, kan een beetje dat beeld schetsen, maar moet toch vooral vertellen wie de doelpunt gemaakt heeft, of het een overtreding is, waarom het rood is. Dus het zijn wel twee verschillende fenomenen, hoor. Oh ja. Ja, dus deze eer wil ik niet, ik wil ook geen ruzie met Pierre en weet ik het wel, weet je wel. Ja. Je kan het combineren. Nee, liever niet.